Josine Koning, kiepster van Oranje. Je hebt zojuist 3-2 gespeeld tegen Nieuw-Zeeland. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, het is mooi dat we hem toch nog op het einde over de streep trekken. Ik denk dat we goed op voorsprong komen. Beetje jammer dat we gewoon nog 2 tegendoelpunten krijgen. En we maken het er eigenlijk moeilijk voor onszelf. Onnodig spannend. Maar ik denk dat we daarna wel echt 7 minuten supergoed hockey hebben laten zien. En ook kunnen laten zien dat wij ook dit soort wedstrijden ook gewoon over de streep kunnen trekken. Ja, Felice Albers, je wint vandaag met 3-2 van Nieuw-Zeeland. Moet een hele lekkere wedstrijd voor jou zijn geweest. Ja, ik denk als je doelt op mijn Interland goal. Ik denk dat we gewoon goed hebben gespeeld vandaag en dominant waren. En het is gewoon jammer dat we dan zo hebben weggegeven en Nieuw-Zeeland tot 2-2 laten komen. En niet de 3-0 maken eigenlijk. Maar ik ben blij met mijn goal en uiteindelijk blij dat we hebben gewonnen. En dat is het belangrijkste. Je zegt inderdaad, we maken het moeilijk, onnodig spannend. Ja, er ligt geen veldje aan de lucht. En toch krijgen jullie er 2 tegen. Ja, ik denk dat we het uiteindelijk een beetje op onze verdedigende helft hebben laten liggen. Duel is niet echt gewonnen. Kijk, Nieuw-Zeeland is ook gewoon een goed team. Dan word je gewoon afgestraft. Maar ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het onze eigen fouten waren, waardoor zij konden scoren. Dus we kunnen dat onszelf gewoon echt aanrekenen. Ja. Het is inderdaad, als jullie het derde doelpunt niet maken, dan moeten jullie jezelf wel aanrekenen. Ook jij hebt een aantal kansen nog gekregen naar je doelpunt. Zeker, helemaal mee eens. Ik moet zelf ook gewoon de 3-0 binnen schieten. En als dat gebeurt, dan is het gewoon klaar. En nu lijkt ze 2-1 komen, 2-2. Ja, dat is gewoon onnodig en dat ligt gewoon aan onszelf. Ja, Anne Veenendaal, jouw collega, stond natuurlijk de eerste helft in de goal. Jij stond de tweede helft in de goal. Allebei de doelpunten vielen bij jou. Ja, klopt. Ja. Is dat voor jou dan extra vervelend? Natuurlijk is het als keeper altijd je doel om de nul te houden. Ik ga dan natuurlijk terugkijken en je rekent dat je jezelf aan. Dat heeft verder niets te maken met het feit dat Anne de nul heeft gehouden. Dat is gewoon puur een persoonlijk doel. Ja. Begrijp ik je goed. De strafcorner, was het een mooie variant of hadden jullie als verdedigers erbij kunnen zitten? Het was een variant. Ze schoven hem af naar links en toen, volgens mij was het een voorhandtip. Laura zei, ze weet niet zeker of zij hem aanraakte of dat een aanvaller hem aanraakte. Ja, het was een variant van hun. Dat is net centimeters die wel goed gaan of niet goed gaan. Ik denk dat we misschien hem hadden kunnen hebben. Dan moeten we nog even terugkijken op de video. Ja. Hetzelfde geldt voor je strafbal. Was het een terechte strafbal? Ja, ik denk het wel. Ja, er werd iemand op de stick geslagen. Ja, dat is onnodig. Die moest op de handrem worden getrokken en dat gebeurde. Ja, het is jammer, want ik had wel op de video gekeken en ik dacht eigenlijk dat ze hem stickkant zou doen. Dat had ze eigenlijk tot nu toe altijd gedaan en nu deed ze hem handkant. Ik ging eigenlijk een beetje de verkeerde hoek in. Ik denk dat hij terecht was, maar ook gewoon onnodig. We hadden gewoon ervoor moeten zorgen dat zij de cirkel niet dan in had kunnen komen. Terecht. Ja. Terug. Je staat hier natuurlijk op je eigen club. Nou, 2 wedstrijden gespeeld op Den Bosch. Hoe is dat voor jou? Ja, super gaaf. Zo'n leuke sfeer. En ik vond zeker, de vorige wedstrijd was ook echt een super sfeer. En nu zat het ook weer bijna helemaal vol, terwijl het een avondwedstrijd was. Echt super bijzonder. En je ziet ook zoveel bekende koppen overal. Dus ja, het is echt heel leuk. Ja. Super, dankjewel voor je tijd. Bij Amsterdam sta je meer op het middenveld. Bij Oranje sta je in de spits. Is dat schakelen voor je? Nee, ik vind het eigenlijk wel een hele leuke uitdaging. Tuurlijk, je moet wel even wennen aan je positie en waar je gaat vrijlopen, de lijnen die je loopt, maar het bevalt me eigenlijk wel. Ja, vorige week natuurlijk je debuut gemaakt bij Oranje, nou je debuutgoal. Wat voor week beleef jij? Ja, bizar. Zondag na de wedstrijd hoorde ik dat ik ook deze wedstrijd mocht spelen, dus dat is heel mooi. En dat ik vandaag mijn Interland goal heb gemaakt, geweldig en heel cool. Dan nog even terugkomen op die goal. Was het een echte spitse goal? Ik moet zeggen, ik dacht dat ik een beetje de goal van Xander Waard had afgepikt. Maar ze was blij dat ik er stond en we hebben het heel erg over cirkelposities gehad. En dat de tweede paal gewoon bezet moet zijn en ik stond daar toevallig met mijn stick en ik kon hem binnen tikken. Dus heel mooi. Je hebt dus als spits al snel geleerd? Zo wil ik het niet zeggen. Maar ik stond op de goede plek en hij kwam tegen mijn stick aan en heel blij. Super, dankjewel voor je tijd.